Oh, ik zie het. Sorry. Ja. Maar er staat iemand, voor me. Ja. Oké. Okay. Engeland, Zweden. Engeland, u kijkt op de rug naar Engeland. Is de ploeg die, ja, normaal gesproken, zonder probleem, winnaar wordt in Pool A. En als alles dan zo gaat zoals wij hopen en ook eigenlijk een beetje verwachten, dan zou dat straks de tegenstander van de Nederlandse dames moeten worden in een finale. Wel nu, deze wedstrijd is net begonnen. Engeland tegen Zweden. En zoals te verwachten, Engeland heeft de Zweden al helemaal tegen de achterlijn aangezet. 2 keer 7 minuten. En voor Zweden zal het vooral betekenen de noodrem. Want die Engelse ploeg is heel erg op elkaar ingespeeld. Is niet voor niets Europees kampioen. Heeft op grote toernooien altijd grote resultaten gehad. Ook tijdens het wereldkampioenschap. Dus ja, dat is een topploeg. Misschien hier niet in zijn sterkste formatie. Omdat ze die ploeg natuurlijk alleen gebruiken als het echt nodig is. Maar ja, als ik even naar de namen kijk, dan zie ik toch bekende vrouwen erbij die wij altijd zien op de grote toernooien. Voorlopig weet Zweden uit de verdediging te komen. You keep the ball. Maar als je dan de bal niet loslaat, dat moet als je naar de grond getackeld wordt. Dan krijgt de tegenstander de bal en dan komt de snelheid eraan te pas. En daar is nummertje 1 van de Engelsen. Een 5-punter. Ja, en zo gaat het in het spel. De try van Emily Skerritt. Kijk, nogmaals, je moet dan sneller oplopen. Want als je ruimte geeft om te lopen, ja, dan kom je er niet meer bij. En dat geldt hier voor de Zweedse defensie. Dat extraatje dan. Steek je daar veel effort in? Steek je daar inspanning in? Ja, toch wel, want het kan op een toernooi belangrijk zijn. Dus wel gewoon oefenen daarop. De vlaggen blijven naar beneden, dus geen extraatje. Via schopster Alice Richardson. En dat is de regel. Dan heb je gescoord. Dan moet je zelf ook weer de aftrap nemen. Vroeger was het zo dat dan degene die de try tegenkreeg moest aftrappen. En dan gaf je meestal de bal weer meteen weg. Dus dan kwam je eigenlijk nooit leuk tot spel. Nu is het zo dat degene die gescoord heeft moet de aftrap nemen. En dan is er wat meer kans voor de tegenstander. Zoals we ook hier zien. De Zweedse balbezit. Om het spel ook eens een keer te gaan maken. Win is the ball! Niet slecht wat Zweden hier laat zien. Helemaal niet. Mooi naar buiten. Oh, die had te veel oog voor de tegenstander. En te weinig oog voor de bal. Dan nog maar eens een keer via die Richardson. Degene die ook het schoppen doet aan die kant. Doorlopen dan. En daar is de tweede try voor Engeland. En weer is het dezelfde dame die scoort. En de stand op 10-0 brengt. Kijk, uit de rug komen. Dan kan je namelijk kiezen of je links of rechts afgaat. En dit is natuurlijk een makkie. Jammer, Zweden had balbezit, sprong er slordig mee om. En dat wordt in het 7 rugby altijd onmiddellijk afgestraft. En de punten die komen allemaal tot nu toe op naam van Sarah Laybourne. De nummer 8 met de scrum cap. Nog een keer, hier ziet u haar weer. Kijk eens hoe merkwaardiger ingegrepen wordt door die Zweden. In plaats van op de man te lopen, lopen ze naast de man. Ja, dat gaat niet. Kijk, zo doe je dat. Dat is een tackle waarmee je meteen het balbezit overneemt. Zweden komt er goed uit. Initieel, aan het begin ziet het er aardig uit, maar om de bal bij de buitenste speelsters te krijgen, daar waar het meeste ruimte in het veld is, ja, dat is dan toch nog een kunstje. Kijk, aardige schijnbeweging, overgenomen en eindelijk een klein beetje terreinwinst. Maar die Engelse vrouwen laten echt niks aan het toeval over, hoor. Die zitten er heel fel op, die zijn niet van plan om iets weg te geven. Ja, dat is goed gezien. Zien dat je medespeelsters al afgedekt zijn, dan moet je zelf het gevecht aangaan. Number 3!
have a free. Ja, dat is ook een kunstje bij het 7-rug. Je probeert je tegenstander fouten op te dringen, waardoor je dan plotseling balbezit kijkt. Ze kijken, dan kun je kiezen, ga ik links of ga ik rechtsaf, 2-1. En dan wordt er toch slecht getackeld, want je ziet toch eigenlijk wat daar gaat gebeuren. Er staan 3 Zweedse vrouwen en die worden uiteindelijk door 2 Engelse vrouwen afgetroefd. En dat is de tryscorer, de maakster van de 5 punten. 17-0 dus inmiddels voor Engeland. En het extraatje voor Alice Richardson. En die zeilt langs de staander. En dit is de tryscorer. We zien er nog een keer. De nummer 12, Joanne Watmore. Heel gemakkelijk. En wat tast de Zweedse verdediging daar mis, terwijl u daar op de achtergrond ook de Nederlandse coach Gerrit Gilbert zat, die even rust heeft en ja, zijn speelsters zo hier en daar nog wat adviezen geeft. De aftrap dan weer van Richardson en die gaat ineens uit, dus gaan we terug naar de middenlijn en dan mag Zweden vanaf die plek beginnen. Ja, nu moet je snelheid maken, dan moet je een keer laten zien dat je er bent. Maar kijk eens hoe goed er geschaduwd wordt door de Engelse verdediging. En dat was naar voren gespeeld, maar we gaan niet verder. Want de eerste 7 minuten zitten erop met een voorsprong van 17-0 in het voordeel van Engeland. Captain Roo! Teams staan klaar voor de tweede helft en de aftrap van de Zweedse vrouwen. En Engeland onmiddellijk overnemen en proberen vanuit de verdediging de aanval op te zetten door hier helemaal van richting te wisselen. Bal ging oorspronkelijk naar de ene kant, nu naar de andere kant. En kijk dan is er alleen nog maar een goede tackelaarster over om hier aan dit gevaar een einde te maken. En die is er eigenlijk niet, want kijk eens, elke keer weer zit er iemand achter van de Engelsen die over kan nemen. Nu met nog een meter of 30 te gaan. 3 dames, 2-2 nu. En als je dat handig uitspeelt, dan betekent dat scoren. Kijk, weer die schaarbeweging en een speelster daarnaast die in komt lopen. En dan wordt hij keurig neergelegd door Sarah Guest. En is het opnieuw een try voor Engeland. Hele mooie beweging. Eerste schaar, kijk daar is die. En dan meteen iemand daarachter die overneemt. Ingestudeerd patroon, niets aan te doen. Een prachtige score van Sarah Kest. En Nederland zal met meer dan gewone belangstelling deze wedstrijd aankijken. Want hier is natuurlijk veel te leren van de patronen die de Engelsen zullen spelen. Prachtig, schaarbeweging en eigenlijk iemand die in komt lopen en naar degene die getackeld zou moeten worden en dan alle ruimte heeft om door te gaan. Zo worden tegenstanders naar één plek gedwongen om te verdedigen en is er vervolgens links en rechts ruimte om ze te passeren. Toch ook al een pittige score, 24-0 en nog ruim tijd om daar flink wat aan toe te voegen. Kijk, slecht opgepakt. Dit zijn eigenlijk basistechnieken, het opvangen van een bal. Maar daar is toch de nodige moeite mee. Kijken, dat is goed. Maar ja, het is toch ook weer het weggeven van balbezit. Bovendien is die bal kennelijk over de zijlijn gegaan. En krijgen we dus een van de schaarse momenten dat je een line-out ziet in het 7 rugby. Korte line-out, net als bij de scrum met 3-3. En de ingooi voor de Engelsen via Sarah Guest. Kijk eens hoe goed opgetild die boomlange Kate Hancock. En dan gaan we weer naar buiten, daar waar de meeste ruimte is. Maar als je onzorgvuldig bent, dat ziet Engeland nu ook. Dan, dan verspeel je de kans op punten. Doorgespeeld naar de ruimte. Kijk eens, lange paas, dat is belangrijk. Kan ik over grote afstand pasen? En nu? Zit het erin? Nee, het zit er niet in. Dus moet je dat zo doen. Bescherming zoeken, wachten op steun.
daar is weer diezelfde Sarah Kest. En zo blijft Engeland elke keer in balbezit. Mooie pas. Van Kate Hancock naar buiten. En nu je tegenstandster aantrekken met een schijnbeweging. En dan gewoon zelf doorgaan, want wie moet deze snelle dame tegenhouden? Ik zou het niet weten. Zweden loopt dan ook gewoon mee en doet verder niks. De kunst van het zeven rugby. Hardlopen, maar als het moet ook nog iets extra's kunnen. Kijk, je stamina veranderen. En dat gebeurt en dan is je tegenstander kansloos. Goed getrainde vrouwen allemaal in de top van het Europese rugby. En denk erom waar Nederland langzaam maar zeker zich wat mag begeven op het internationale vlak. Natuurlijk niet in de laatste plaats door de steun van NOC-NSF. Zie je tegelijkertijd dat zo'n Engelse ploeg toch nog meer routine uitstraalt. Die hebben de hele wereld al gezien. In de zuidelijke hemisfeer gespeeld, in de Dubai toernooien en ook uiteraard in Europa. Lange paas. En dan is er alle ruimte om door te lopen. Kijk eens, die schijnbewegingen. Net doen alsof je speelt. Bal terugtrekken en doorlopen. En Rachel Burford is degene die dan de try maakt. Diamond. Dat is het leuke bij de damesrugby natuurlijk. Waar de fysiek toch duidelijk minder is dan bij de mannen. Dat de bewegelijkheid en de schijnbewegingen veel meer kans krijgen. 29-0, balbezit voor Zweden. Nu eindelijk is een inkomende, inlopende dame. Maar dan is de bal weer naar voren gegaan. En krijgt Engeland de scrum. Er wordt met het balbezit heel onzorgvuldig omgesprongen. Daar ziet u de stand. Daar kan geen misverstand over bestaan. En die dames in het wit, dat zijn uiteraard de Engelsen, de White Roses. Kijk eens hoe handig ze hieruit een tackle draait. Rachel Burford, de dame die net de laatste try maakte. Ruimte zat. En snelheid ook, dat hebben ze. Kijk, aantrekken je tegenstander. Tegen de benen inlopen, tegen de tackelaars inlopen. Altijd iemand in je rug. En dan heb je de steun om het af te maken. Nee. Engeland speelt het spelletje zoals het gespeeld moet worden. Zien we dat nog eens? Versnellen. Kijk eens wat die Zweedse dames aan snelheid ook tekort komen. Even een klein schijnbewegingje nog. En ja, moet je nooit intrappen. Als je van plan bent om te tackelen, doe het dan. En want als je in schijnbewegingen trapt, dan sta je voor aap. Het extraatje via Natasha Hunt. En gaat dat lukken? Nee, dat lukt niet. Blijft dus 34-0. Kijk eens wat een mooie aftrap. Mooie kick-off. Zelf opgevangen. Ja, schitterend. Dat is iets waar je op moet trainen om dat zo perfect te doen. Zweden kansloos. Meteen weer de aanval over je heen. En snelheid, snelheid, snelheid. Dat is het wapen. En dan kun je ook doorlopen tot vlak bij de palen. Maar het wapen was hier de kick-off, de aftrap. Precies feilloos op maat. Waardoor de Engelsen hun eigen bal meteen konden oppakken. Kijk eens dat kijken naar je tegenstander, de handoff erbij, versnellen. En daar moet je op trainen. Als je niet aan snelheidstraining doet, heb je in dit spel niets te zoeken. Waarmee we dus op 39-0 komen. En ik denk dat deze wel raak is voor Hunt. En de vlag gaat omhoog. Ze pakt hem. En dus is het 41-0 voor Engeland. En zien we dat de verschillen op zo'n toernooi toch knap groot zijn. De top is toch al een end verwijderd van de rest wat meedoet aan deze eerste toernooidagen van het Europees kampioenschap. Engeland wint met 41-0 en gaat natuurlijk aan de leiding in Pool A van dit Europees kampioenschap. Dank u, kapitein.